Welkom iedereen bij een let's play van Phoenix Wright, Ace Attorney. In het vorige deel deden we eerst de trial tegen Von Karma. Echt, die gozer is eng. By the way, ik eet wel een gums, lekker. Ja, maar nu zit jij weer vast. Hoe krijg je het voor elkaar? Geen probleem. By the way, als ze mensen storen, dan spuug ik het uit. Cool. Oh. Ja. Geen idee. Oké, questioning. Klaar. Meer hoef ik niet te weten. Gumshoe, kom eens hier. Ik wil even met je praten. Gumshoe-chan. Alweer. Ah, Jezus Christus, wat is hij aan het doen? Oké. Dan weten we waar wij naartoe gaan. Ja. Laten we gewoon doorgaan. Public Beach. Go. Wie weet, mensen het helemaal niet. Lakewoods. Is hier iemand? Hey, ik heb een shoe. Praten, hupke. Oh ja, de winnaars, want er waren twee winnaars. Eentje was Dr. Hart en de andere was degene die had gebeld. Maar die gebeld had, weten we niet wie dat is. Aha. Tuurlijk, dat ben je nooit. Je moet die dingen altijd uit je slaan. Figuurlijk gesproken. En nu heb ik een beeld in mijn hoofd dat Phoenix Gumshoe slaat. Ja, maar dat was hij al sinds grade school. Maya Faye. Ja, zo zeg maar, als zij niet was geweest. Ja. Edgeworth is gewoon ijs. Dank je. Wat? Edgeworth, dank u. Of tenminste niks te betalen. Dat is een beetje te ver, hè? Vind je ook niet? En sowieso moet het toch zelf betalen, dus in dat opzicht. De boodschap een keer kijken? Moet iets. Ja, jammer. Kunnen kijken naar de boten. Voor daar is toch niks te doen nou. Althans, niet iets wat ik kan verzinnen. Ja. Maar ja. We kunnen... Ah, ik weet wel wat we kunnen doen. We kunnen even naar Ding toe gaan, naar Maya. Kijken of ze echt is vrijgekomen.
vind alleen wel jammer van deze game dat je telkens move, move, move moet doen. Dus je niet telkens zo'n gigantische lijst krijgt. Beetje jammer. Mooi, ben jij. Ja, alleen, what did you do this time? Dat is een beetje flauw. Tuurlijk. Ja, laten we ook meteen weggaan. Gewoon naar Gordlake gaan, hoppakee. Waarom? Nou, misschien gebeurt er iets. Wie weet. En simpel, dan kan zij tenminste praten. En Lotte. Ja. Geen probleem, was op zoek. Goed, alleen de volgende keer. Niet te doen. Niet te regelen met Von Karma, want Von Karma is één. Oké. Oké, goed om te horen. Nou, praten Gordy. Waarom echt Gordy? Nou, mooi voor je. Ja, want daar ben je ook niet momenteel niet eens goed mee bezig. Oeh, informatie, belangrijk. Ah, Von Kam is er niet, dus praat. Oké, wat wil je? Oké, wat wil je? We zeggen maar gewoon deal, heet het tenminste informatie. Deal. Zo, gewoon deal. Go. Informatie voor informatie. Goed. Ik heb geen informatie. Oh, wacht, dan pas krijgen we informatie? Jezus. Weet ik veel, misschien kunnen we Larry vragen. Larry is helemaal gek. Wat doet Steel Samurai hier? Ja. Hij is dronken weer. Echt. Mijn goos is gewoon volgens mij dagelijks dronken. De Kianse of hoe de fuck ze ook heet. Volgens mij voelt ze hem gewoon dronken de hele dag. Oké, Larry, praat maar. Edgeworth. Zo kijk je normaal. En ergens nog, je bent normaal wanneer je niet normaal kijkt. Oh. Wacht even. Je zet maar één... Wacht even, jullie kunnen hem zo goed alleen... Je zet maar één klas bij hem? Dat is niet echt lang. Welke compressor? Oh. Maar even, zullen we kijken? Dat is de compressor, toch?
Kan je interessante informatie zien? Alleen ik snap de vlaggen niet. Het is Steel Samurai. Ik wil niet eens weten. Nee. Ja, jammer voor je. Praat erover. Praat over het festival. Ik ben eigenlijk benieuwd of Gumshoe weer terug is. Misschien geeft Gumshoe informatie voor ons. Want heel simpel, ik verwacht niemand hier at the moment. Oké. Oh, wacht even. Geen money? Oh, jammer. Dat verpest hem een beetje. Ja, dat weet ik. Het kan zijn als wraak, maar dan zou hij het zelf hebben gedaan. En hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Waarschijnlijk. Bordy? Ja? Wat bedoel je? Ja? Ach, ik moest Karma niet kijken, maar Karma zeggen. Geen probleem, maar alleen probleem is gewoon informatie voor informatie wat zuigt. Oh, cool. Ah. Secret weapons. Cool, missile. Ah, cute. Weet ik veel. Oké, dus de pool, een hond en... Maar die kunnen we gebruiken. True, true. Waarom niet? We kiezen er eentje volgende part. Ik hoop dat je geld hebben. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei.